Applaus voor Katja. Helemaal goed. We zijn er trots op en we gaan het allemaal volgen. En wanneer ga je naar het Nederlands kampioenschap? 18 juni. Dat werd assistente. 18 juni. Gaan we allemaal volgen. We gaan het lezen in de nieuwsbrief. Helemaal goed. Zwart een kans te geven om hier om hierin af te wijken. Hoeft niet trouwens te zeggen dat paard of 3, paard C3 en D4 te zetten zijn. Het kan ook iets anders zijn, maar bijvoorbeeld als je paard naar E2 gaat. Probeer daarin een zetvolgorde te bedenken waarin zwart af kan wijken. Dat er een reële kans is dat zwart afwijkt. We zijn bij onderdeel. Openingstrucken. Openingstrucken. Bij hun doe ik zetvolgorde. Zetvolgorde. Wij zijn aan het quizzen. We hebben een quiz. Waar gaat onze quiz over? Het gaat over aanvallen met zwart vanuit deze stelling. En Karel, waar zijn ze nu mee bezig? Wij doen nu stellingen over eindspelstudies. 4 stellingen. Heb je een kwartier voor, 10 minuten om te bespreken straks. Mocht je eerder klaar zijn, dan pak je het andere rijtje voor groep A. Is dat nog een het komt wel aardig uit. Want jullie hebben de meeste punten. Dat betekent dat de vraag bij de A-groep moeilijk waren. En de C-groep ook. Dus, interview. Hoe bevalt dit deze meerkamp? Goed. Het bevalt leuk. Het bevalt leuk. Qua niveau, die studies. Aangezien wij fouten maakten. Ja, ik maakte fouten. Kwam er aardig uit. Ja, ik kwam. Was top niveau. Ik had alleen de eerste set goed. Alleen de eerste set. Ja. Dan heb je het setnummer bestaan met de puntjes. Daar kun je je set naast opschrijven. Welk onderdeel? Visualiseren. Visualiseren. Ja, dus je krijgt een aantal blindopgaves. Ja? In 17 minuten tijd moeten ze kijken hoe ver ze komen. En de eerste 8 zijn stellingen vanaf de beginstelling. Daarna heb je na elke paar zetten heb je een winst. En de onderste 2 zijn stellingen. Oké, dat ga je in een kwartier redden. Ja, gewoon kijken hoe ver je komt. Oké. Okay. Goed zo. Maar we kregen gewoon de meest slechte stelling ooit. Even kijken, wat vonden we van die vragen, luister? Interessant. Ja? En waar ging die eigenlijk over? Over schaken. Ja, en? Over wat je bijvoorbeeld wel echt, hoe de partij loopt. Ja, een beetje hoe je gedraagt tijdens de partij en hoe je handig studeert. Ja. Ja, mooi. B7, C5. Gaan wij afronden?
Ja, het is klaar. Ja, het is klaar. Mooi, we gaan van groep wisselen. Er is nog één groep bezig, dus we hebben 2 minuten pauze nu. Oké, Schaak TV. Marijn, 2,5 minuut per partij. Gaat alles winnen, heeft hij gezegd. Nee, wat, klopt het wel? 15 gedeeld door 6. Dat is geen goede wiskunde. Wat? 15 gedeeld door 6 is 2,5, toch? Oh, toch. Ja, dan toch 2,5. En de jongens hebben 10 minuten? 10. Dus in principe win ik wel alles, denk ik. Maar in principe win je alles. Maar... jongens noteren, dus we kunnen alles publiceren. Het kan nog misgaan. Het kan misgaan, ja. Lekker Marijn! Dit is volgens mij niet een hele goeie. Misschien wel de mooiste taal aller tijden. Is het Dame Maal H7? Dame Maal H7, ja. Hoe lang dachten jullie dat we geschaakt hadden? Ik dacht 1 uur. Ja, ik dacht 2 uur. Jij dacht 2 uur. En we hebben 4 uur al geschaakt met de Meerkamp. Ja, maar ik dacht eerlijk gezegd 2 of 3 uur. Ja, zo. Ik vond het een beetje leuk bezig ben, denk ik. Ja. Tijd vliegt. Het is? 4,5, 1,5 geworden. Oké, wie hebben de punten? Bas, denk ik? Ja, ik heb gewonnen. En iemand met zijn vingertje omhoog? Ja. Ja. Wat gaan we doen hier? Tactiekopgave. Tactiekopgave. Oké. Ik zal er eventjes iets bij neerzetten. Oké, ik leg er even een deksel bij. Wel een 3. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Waar de deksel bij ligt, daar is zwart aan zet. Ik moet hem even zetten. C-groep gewonnen. C-groep is gewonnen door Veronique met 136 punten. Applaus neem ik aan voor Veronique. Waar is Veronique? Daar is Veronique. Helemaal goed. Krijg je de handdruk van hem. En de eer. Oké, de B-groep. Wie heeft die gewonnen? De B-groep, dat was wel spannend. Maar uiteindelijk heeft William 1 punt meer gehaald dan Marit. En William had er 134. Applaus. En de handdruk. Helemaal goed. Ja, goed gedaan. En Brian, wie heeft de A-groep gewonnen? Gewonnen door Bas. Door Bas, applaus voor Bas. En een handdruk voor Bas. Oké, jongens, we zijn klaar. Allemaal wel thuis. Volgende keer is een. Helemaal goed, Bas. Je bent een voorbeeld voor ons allen.